Sommige dingen die zijn gewoon niet te verklaren, hè? Nee. Het is gewoon... En sommige dingen zijn gewoon ook de waanzin ten top. Ja, want daar hebben we nu mee te maken. Met die nieuwe verkeersboetes, de nieuwe bekeuringen. Heb je ze gezien? Heb je het gelezen? Ja. Oh, het is dan werkelijk. De redelijkheid is hier volkomen zoek, vrienden. Ja, en trouwens, die bedragen, die vliegen gewoon dwars door het dak. Ja, en wie kan het nog betalen? Ja, dus de mensen kunnen energie niet betalen bijna, de boodschappen bijna niet betalen. En weet je wat we doen? Dan gaan we dus de bekeuringen, die gaan we omhoog doen. Ja, hey, welke logica zit daar? Het is niet eens vanwege veiligheid of zo. Nee, want moet je je voorstellen, je krijgt dus als je dus parkeert, hè, op een plek voor invaliden, krijg je nu, staat nu vast het bedrag, €490 is de boete. Voor €490. Wat heeft dat met de veiligheid te maken? Niks. Of jij op een plek gaat staan waar je dan niet mag staan. Nou en, ja. Nee, dit is gewoon puur geldklopperij. Dat is alleen maar omdat je een gat hebt in je begroting. En dan ga je dus mensen extra beboeten om je belastingen op te vijzelen. Nou, het is toch te gek voor woorden, vrienden. Ja, want als jij op een snelweg gaat zitten, hè, zoals de klimaatkneus, dan krijg je geen boete, niks. Helemaal nul. Maar ga je toevallig ga je op een invalide parkeerplek staan? Hup, 490. Ja, en laatst was er een rapport. En dat is pas uitgekomen. En dat zegt dus dat het langzaam rijden, zeg maar 100 km/u, heeft eigenlijk geen enkele invloed op de uitstoot van de CO2. Nee, nul. Maar daar was het wel voor bedoeld. Dus moest iedereen 100 gaan rijden. Maar daarna ga je dus dan wel hele zware boetes geven voor iets te hard rijden. Want als je zeg maar 118 gaat of zo, heb je al gelijk, boem, een bekeuring van €200. Ja, ga je rechts inhalen, hup, €300. Maar sla jij iemand in elkaar, mishandeling? Dat is €400. Waar zit hier de redelijkheid nog? Ja, zit je eventjes een beetje op een vluchtstrook? Hup, €300. Ja, vrienden, dit kan echt voor geen enkele kant. Hey, mensen bij justitie. Hey, jongens, hey, eventjes gewoon dit even. En pak die deal aan even goed vast. En schud er even stevig door elkaar.